Ik zit met jullie in de auto en we gaan elkaar zitten. Het is dinsdagochtend en we zijn gewoon zo op tijd klaar dat we eigenlijk niet meer weten wat we met onze tijd moeten. Dus ik ga vanmiddag op kraam zitten. Sarah is een hele leuke tekening aan het maken. Ja, maar dan moet je nog een tijd wachten als je hem zelf wil geven. Ik kan deze vandaag geven. En anders duurt het. Ja, omdat het nu onder schooltijd er zal nog uitkomt, schat. Dus ik ga dadelijk naar de overblijf. Vanuit de overblijf ga ik door op kraamvisite. Dus, ja, jij bent toch echt leerplichtig. En daarna kom ik jou weer halen. Cadeautje had ik al gehaald toen ik vorige keer de schoenen ging ruilen. Zag ik zoiets leuks, dat heb ik al gekocht. En dat geef ik samen met Julie. Want ik ga samen met Julie op kraamvisite. We hebben samen de overblijf en dan gaan we samen door. En dan gaan we samen weer terug de kinderen ophalen. Helemaal goed geregeld. En ik heb vanochtend al vragen. Van Sarah, hoe lang mensen al kunnen praten. En allemaal vragen daarop door. Dus het was echt wel even een brainbreaker deze ochtend. Maar goed, ik ga nog even zoeken wat ik verder nu in de 5 minuten ondertussen nog kan doen. Dan gaan we de deur uit. Dit is trouwens die hele leuke tekening. Ik vind hem echt heel lief en leuk. Oh, nog een hartje erbij. Boodschappen zijn gedaan. Ik heb ook nog een klein beetje make-up gehaald. Ik vind dat altijd wel lastig, want bij de boodschappen, daar zit alleen een kruidvat in de buurt. Oh, lekker hoekje. En daar vind ik de keuze qua make-up altijd heel weinig. Nou, kom maar scheef. Ik heb deze gehaald van Maybelline. Dit is een primer met vezels. Dus voor je mascara. Dat vind ik altijd heel fijn en die zijn bijna op. En al mijn blush was verdwenen. Ik heb een dochter en make-up verdwijnt nog wel eens. Ik kan het niet vinden. Dus ik heb deze. Hij zit alleen echt mega gesield. Kijk of ik hem open krijg. Ik ben benieuwd of dit een goede kleur is. Want normaal heb ik een hele andere blush. Dus ik hoop dat dit ook wat is. Kijk nou, er zit zelfs een borsteltje onderin. Terwijl ik eigenlijk gewoon altijd mijn eigen kwast gebruik. Maar... nou, kom op. Zo leuk, mijn nagels zijn een beetje kapot, dus ik krijg niks open elke keer. En daar zit ook een borsteltje bij. Maar die ga ik waarschijnlijk toch niet gebruiken. En, nou, hij gaat lekker open, zeg. Dat is deze. Ik vond het wel een hele mooie kleur, dus ik ben benieuwd. Want ik kreeg gisteren zelfs de vraag, voel je je niet zo lekker? Ik denk, voel ik me niet zo lekker, ik voel me prima. Maar ik had dus geen blush op en schijnbaar zag ik er daardoor heel bleek uit. Dus ja, dat moet ik niet meer doen. Ik ga het even opruimen en vanmiddag ben ik weg van schooltijd. Dus ik moet alles wat ik wil doen even snel in de ochtend gaan doen. Dus even snel stofzuigen door het huis en wat foto's inplakken en noem maar op. Tijd vliegt zo voorbij als je bezig bent. Dus ik mag mijn jas aan gaan doen. Dan snel naar de overblijf en daar naar kraamvisite. Ik vind kraamvisite zo leuk. Daar kijk ik echt naar uit. En vandaag mag het eindelijk. Sarah is wel verdrietig dat ze niet mee kan. Maar ja, het kwam zo uit. Dus zal vast binnenkort nog wel een keertje ervan komen dat ze wel mee kan. Dus nu snel op de fiets. Ik ga trouwens met de fiets naar school. En dan rijd ik met Julie daarmee naartoe, want die woont veel verder van school en die gaat sowieso met de auto. En als we tijd over hebben, dan gaan we of het centrum even in of we gaan even bij haar zitten. En daarna gaan we dan weer samen naar school. Dan staat mijn fiets daar nog en dan kan ik met de fiets gewoon weer naar huis met Sarah.
Ik zit met jullie in de auto en we gaan elkaar zitten. En ik heb er echt zin in. Yes. Dank je. Lekker fijn hart knuffelen. Ja, 12 dagjes nu. Echt leuk. Ik ben blij dat ze nog klein is. Soms ga je met 3 maanden of zo en dan zijn ze al zo groot. Dan zijn ze echt baby al. Dus, ja, dan, weet je, dan kunnen ze al een beetje zitten en doen. En nu zijn ze gewoon nog zo'n hoepie. Ik knuffel alleen maar. Heerlijk. Oké, heel veel te updaten. Ik heb vandaag het schaderapport akkoord gegeven. Dus we gaan naar de laatste fase van de verzekeren. Nee, dat is een rare zin. We gaan naar de laatste fase om alles met de verzekering af te ronden. Dat is fijn, dus nu is het alleen maar afwachten tot het afgerond is. Dat weet ik niet of ik het verteld heb. Anders vertel ik het gewoon nog een keer. Morgen zou het nieuwe raam komen in de slaapkamer. Dat had ik wel verteld. En toen werd ik vandaag gebeld dat degene die dat zou komen doen ziek is. Dat ze geen vervanging hebben. Toen wilden ze het eigenlijk ergens in februari gaan plaatsen. Nou, toen had ik echt zoiets, ja sorry, maar we zitten al zo, het is eind van de zomer geklapt. Dat vind ik echt te lang duren, weet je. Dan ga je gewoon naar 3/4 jaar. Toen was er 1 gaatje met pijn en moeite. Dinsdag, nou toen moest ik eerst alles regelen van school. Ik zeg, plan maar in, anders bel ik wel terug. Als het echt niet lukt, ik denk, ja, dadelijk is dat plekje weg. Gaat me echt niet gebeuren. Maar dat heb ik kunnen regelen. Dus nu komt dinsdag het nieuwe raam. Maar ja, toch weer 6 dagen later. Dus daar baal ik wel van. Maar goed, en Marco is nu weg. En die is de aankomende 2 avonden ook weg. Dus ik ben alleen. En ik ga er gewoon even gebruik van maken dat ik gewoon echt mega veel kan doen. Ik weet trouwens niet elke avond hoe laat hij thuis is. Dus het kan ook dat hij gewoon 9 uur thuis is. Maar het kan ook 11 uur of 11:30 worden. Hij moet gewoon wat dingen voor werken regelen elke avond. Dus en doen. Dus ja, we weten gewoon niet hoe laat. Ik ga nu beginnen met een vlog even editen. De vlog van gisteren. Die online zetten. En dan de laatste foto's die ik heb afgedrukt, die ik nog heb liggen, even inplakken. Dan is dat weg. Ik heb alweer 100 foto's uitgezocht die ik ook wil gaan afdrukken. Misschien zoek ik er nog wat uit. En ik had nog wat dingetjes. We willen natuurlijk ook een speelgedeelte voor Sarah op zolder maken. En ik wist elke keer niet hoe ik dat wilde doen. Het zag ik echt stom toevallig. Heel erg dom, want ik slaap nu al 3 weken denk ik of zo op zolder. Maar ik heb daar een logeerbed ook staan. En daar liggen rolkratten onder, maar die zijn leeg. En vandaag zag ik die. Toen dacht ik, hey, daar kan ik ook gewoon al haar Lego in doen, want dat dressoir moet leeg. En dan heeft ze daar dadelijk al de Lego. Ik moet nog steeds het in de doosje vinden, maar het is echt, echt spoorloos. Het is echt gewoon kansloos dat we het niet kunnen vinden, maar goed. Dus als het lukt wil ik dat misschien zo nog gaan doen. Dan kan ik dat vast naar boven en dat dressoir is dan weer een stukje leger. Alleen daar staan ook alle vazen in en daar loop ik echt wel op klem. Dat ik denk, ik weet echt niet waar ik die moet gaan zetten. Maar dan moet ik heel de keuken omgooien. Maar ja, iedereen die langer kijkt weet dat ik al heel veel pogingen heb gedaan om de keuken anders in te ruimen. Maar ik kom gewoon elke keer niet uit. Dus dat moet ik dan eigenlijk ook gaan uitzoeken. Maar ja, ik ben nu met mijn volgorde bezig met uitzoeken. En dat gaat tot nu toe echt heel goed. Het gaat niet snel, maar wel goed. Alles wat goed gedaan is, is ook echt wel klaar. Ben ik tevreden of ben ik blij mee? Dus ik, ja, ik kijk wel even hoe ik het doe. Misschien dat ik de bovenkant van de buffetkast wat leger maak en dat ik ze dan daar desnoods maar zet. Of ik moet gewoon heel veel bloemen kopen en al mijn vazen in gebruik in de kamer zetten. Maar ja, dan wordt het hier wel echt een jungle, want ik heb echt superveel vazen. Dus ik ben er gewoon nog niet uit hoe ik dat ga doen. Gaat vanzelf goed komen. Nu eerst dan editen. En dan zien we stap voor stap alweer verder. Vlog staat te renderen en ik ga wat foto's inplakken en dan zie je weer, dit was mijn verjaardag. Toen was Sarah nog geen 1. En dit was zo leuk, want ze was aan het kruipen. En die tv staat heel hard op de achtergrond. En het was op mijn verjaardag. En ik draaide me om en toen zat ze opeens zelf. Dus ik weet altijd precies uit mijn hoofd wanneer het was. Zo leuk om die dingen terug te zien. Dit vind ik ook nog steeds zo'n leuke foto. Echt geweldig. Of deze.
Deze hangt natuurlijk ook in de kamer. Die heb ik voor moederdag gekregen. Echt helemaal geweldig. Ik moet denk ik nog... Nou, het is er 20, 30 foto's inplakken. En dan heb ik alles ingeplakt wat ik nu heb. Dus ik ben er bijna. Echt. En dan heb ik de volgende meer dan 100 al eens uitgezocht om af te drukken. Dus. Maar dan zitten we even een paar dagen tussen. En dan focus ik me weer even op andere dingen. Ik denk als ik ze nou elke keer bestel, als ik het echt heb ingeplakt, heb ik ook weer een paar focusdagen op andere dingen. Want ik ken mezelf. Dan ga ik echt alleen maar dat doen. En dan laat ik alle rest weer liggen dadelijk. Ik denk dat schiet niet op. Dus dit is de planning. Dan. Nou, die stukje me af. Toen kwam Marco thuis. En dit werkt niet. Dus toen hebben we nog heel even gezeten. Marco is naar boven gegaan. Ik ga ook lekker slapen. De rest komt morgen wel weer. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Doe dat dan even hieronder. Is gratis. En dan zie ik je morgen. Doei doei.